Wanneer je in RAW fotografeert, dan kun je die foto niet rechtstreeks openen in Photoshop, zoals je bij een JPG of een TIFF bestand wel zou kunnen doen. Een RAW bestand is namelijk de ruwe informatie uit de camera, gekenmerkt door de extensie bij Canon CR2 of bij Nikon NEF en bij andere merken hebben er eigen formaat. Um, wil je dat openen in Photoshop, dan zul je het eerst moeten converteren naar een werkbaar formaat. En bij Adobe doe je dat met de Adobe Camera Raw. Converter, oftewel ACR. Er is ook andere software verkrijgbaar die dat kan doen, maar ik beperk me even tot de software van Adobe. Goed, als je dubbel klikt op de foto, dan denk je dat je naar Photoshop gaat, maar daartussen wordt dus automatisch Camera RAW geopend. En dit is versie 9.8, dat zie je in de linkerbovenhoek. Er is een hoop te zien en uh, ik ga vandaag een aantal basisdingen bespreken. Veel dingen ga ik ook niet bespreken, um, dat ga ik bewaren tot een andere keer. Linksboven zie je een aantal tools staan. Rechtsboven een histogram. Aan de rechterkant ook nog een aantal parameters die we kunnen veranderen. En in het midden onderaan ook nog een regeltje tekst. En dat regeltje tekst is eigenlijk ook wel belangrijk. Laat ik daar maar eens beginnen. Want er staat nu SRGB IEC61 Heleberg. Dat zijn een aantal eigenschappen waarmee we dadelijk de foto zouden gaan openen in Photoshop. En als je op dat regeltje klikt. Wordt het al een heel stuk duidelijker. Je ziet daar bijvoorbeeld de kleurruimte. Die staat nu op SRGB. Maar Adobe RGB is ruimer van kleur. Dus zet ik hem daarop. En de diepte in plaats van 8 bit wil ik hem graag op 16-bit open. Ook zie je hier uh, passend maken aangevinkt op het aantal megapixels. Hij wordt verkleind naar 8 megapixel. En daar heb ik geen zin in. Dus die vink ik bijvoorbeeld uit. Nou, ik kan hier ook nog een klein beetje verscherpen. En ik kan het openen als slim object. Nou, dat vind ik dan weer wel interessant. En ik klik op oké. OK. Je ziet dat onderin het regeltje nu is veranderd. Nou, in feite. Pas je dit één keer aan en de volgende keer als je een raw foto opent, dan blijf je weer die waarden vasthouden. Wanneer is het interessant om dit naar andere waarden te zetten, bijvoorbeeld een kleiner formaat of 8 bits, dat is wanneer je ook meteen afbeeldingen op gaat slaan. En die optie heb je linksonder. Want als je daarop klikt, dan zou je daar nog verschillende dingen aan kunnen geven. Je kunt een, een map selecteren waar het naartoe moet, je kunt een naam opbouwen of het een TIFF bestand of een, of een JPG is of een Photoshop-bestand. Uh, en nog wat extra waarden. En dan kun je vervolgens kiezen voor opslaan. Slaat hij hem keurig op als een, uh, in dit geval een TIF-bestand. Is grappig als je veel foto's heel snel moet verwerken. Maar in mijn geval, dadelijk met deze foto, gaan we verder in Photoshop. En ik hoef uh, dus niet op te slaan. De gereedschappen linksbovenin. En dan beginnen we met het loepje. Nou, driemaal raden wat dat doet. Ja, inderdaad, daarmee kunnen wij inzoomen. In dit geval inzoomen door te slepen. Er staat een handje naast. En dan kunnen we hem ook nog eens een keer verschuiven. En als ik bijvoorbeeld op het loepje klik en ik klik met rechts, dan zie je daar verschillende opties. Het zoomen door te slepen kun je dan uitzetten. Kun je gewoon een venster trekken, zoomt die in. Of je kunt ernaar in weergave gaan. Dat handje, dat uh, wijst zichzelf. Als je 100% of als je in de volledige gefrote zit, dan heeft het geen zin. Zoom je een klein beetje in, dan kun je ermee gaan schuiven. Daarnaast een klein pipetje, dat is voor de witbalans. Uh, nog wat andere tools. En er zijn twee opties om een foto te draaien: deze twee wieltjes, naar links bijvoorbeeld en terug naar rechts. Goed, tot zover even de tools bovenin. Uh, maak je, er zit nog veel meer krachtig spul achter, maak je daar even nu niets om zorgen. Dan hebben we het histogram rechtsbovenin en daar staat ook meteen de EXIF van de foto bij. Deze is op diafragma 7.1 geschoten, sluitertijd 125 en ISO 100 met een 85mm lens. En um, in dat histogram zie je meteen verschillende kleurtjes. Je ziet dat er iets meer rood in zit dan andere kleuren. Je ziet dat alles uh, vrij ver aan de rechterkant van de linkerkant van de foto zit. En dat het dus een vrij donkere foto is. En je zult merken als we dadelijk gaan schuiven in de parameters dat dit histogram gaat veranderen. In dat histogram zitten ook twee kleine vierkantjes: een witte en een zwarte. En daarmee kunnen we ook nog iets aangeven. We kunnen bijvoorbeeld wanneer een foto onderbelicht is, dat automatisch laten zien. En ook wanneer die overbelicht is. Zelf maak ik weinig gebruik van die optie, maar ik zal hem dadelijk in ieder geval even demonstreren. Dan gaan we iets naar onderen en daar heb je onder de exif waarden heb je nog een aantal icoontjes staan. Ook hier zitten weer allerlei tools in. Je kunt bijvoorbeeld specifiek kleuren aanpassen, maar je kunt ook cameraafwijkingen aanpassen zoals chromatische aberratie of vervormingen. Je zou eventueel ook curve uh, aan kunnen passen, of je kunt een, een profiel inladen. Er kan een hoop. Daar ga ik ook later allemaal nog op toekomen. Dat is uh, voor nu even niet belangrijk. De parameters die daaronder staan, die eigenlijk wel, want daar moet je toch wel een beetje van weten wat ze doen om makkelijk met camera RAW te werken. Want daar ligt de kracht. Je kunt dingen aanpassen en dat kun je later nog een keer terughalen, waardoor je nog weer dingen kunt veranderen. Als eerste de witbalans. Nou, er zijn een aantal presets bij witbalans. En je kunt kiezen wat je wil. Ik heb in de studio gewerkt en geflitst. En als ik dan de optie uh, witbalans flits kies, dan vind ik het eigenlijk drie keer niks. Je zou een andere preset kunnen kiezen. Je kunt ook aan de slider zelf trekken en hem bijvoorbeeld heel warm zetten of heel koud. En eventueel als je hem warm of koud hebt gezet, dan zou je nog een uh, zweempje weg kunnen halen met de onderste slider. Maar hierboven was ook een klein pipetje. En als je daarop klikt, dan kun je gewoon ergens op iets wits klikken in de foto. En dan krijg je wat de, kamer, wat de software als wit zou moeten zien. Laat ik even van dit punt uitgaan. Dan heb je daaronder heb je een aantal sliders staan. En ook een knopje automatisch. Eens kijken wat er gebeurt als we daarop klikken. Nou, dan maakt hij er een hele dolle boel van. Hij haalt uh, de foto qua licht ontzettend op. En je ziet aan de linkerkant dat er daardoor zelfs bij ISO 100 gewoon ruis ontstaat. Um, het gezicht is veel te licht, de blouse is veel te wit. Uh, wat er rechts in de kast staat in onze studio, dat gaat je eigenlijk geen donder aan. Uh, nee, dit is niet uh, wat we zoeken. Maar goed, uh, probeer het gewoon eens uit. Wie weet denk je van zoiets van, nou, bevalt wel. Uh, in dit geval niet. Waarom werkt het niet? Omdat de hoeveelheid witte informatie en de hoeveelheid zwarte informatie... Het is misschien wel uh, een beetje in balans, maar het is uh, te geconcentreerd. Het wit zit te veel in één plek en het zwart te veel in de... Twee plekken aan de rechterkant en, en dan gaat Photoshop een beetje de mist in. Ik klik weer op standaard en dan springt alles weer naar zoals het was. Eventueel zou je ook de alt ingedrukt kunnen houden. Dat doe ik nu bijvoorbeeld. En dan zie je onderaan zie je een aantal opties waaronder het woordje herstellen. En klik je daarop, dan ga je ook helemaal terug naar het begin. Ook eventuele uitsneden of andere wijzigingen worden dan ongedaan gemaakt. Goed, de sliders, laten we ze even doornemen. Als je kijkt naar belichting, um, sleep ik hem naar Rechts dan wordt de foto lichter en sleep ik hem naar links, dan wordt die hip hoera, donkerder. En kun je, je nou nog herinneren dat ik uh, verteld had over deze twee zwarte vierkantjes van het histogram? Nou, als ik ze bijvoorbeeld eens aanzet, allebei, dan zie je een groot blauw stuk op de foto. En deze blauwe stukken zijn op dit moment onderbelicht. Hier zijn de pixelinformatie compleet zwart. Toen ik daar straks op automatisch klikte, kon je aan de rechterkant zien wat er in de kast stond. Ga ik nou verder in Photoshop? Dan is dat één groot zwart vlak en krijg ik dat niet meer tevoorschijn. Hetzelfde geldt ook als ik naar de andere kant ga. Kijk, je ziet dat het blauwe vlak relatief kleiner wordt. Nu is het gewoon zwart en zit er eigenlijk overal wel informatie in. Maar ga ik bijvoorbeeld verder, dan zul je bij het wit op moeten letten. Dat wordt rood. En dat klopt ook, want dat is nou compleet uitgebeten. Dat heeft de witwaarde 256 in alle, alle drie de kanalen. En daar, daar zit dus ook gewoon helemaal niks meer in. Je ziet ook op andere delen die niet rood zijn, maar wel wit. Uh, daar zit nog net een klein beetje verschil in. Maar uh, eigenlijk is dit ook gewoon veel te licht. En als ik nu op het vierkantje klik, dan is die optie uit. En dan zie je gewoon wat eronder zit. Nou, dat kan handig zijn. Maar om het permanent aan te laten staan, dat vind ik te veel. Want wat werkt er ook? Als je de alt ingedrukt houdt en je gaat dan slepen, dan ga je op een gegeven moment ook zien wat er gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld als je naar rechts schuift dat er bepaalde delen overbelicht zijn. En dat was hier een klein beetje anders. Zeker in de donkere stukken bijvoorbeeld, als ik het helemaal naar rechts zet. Dan zie je hier nou goed wat er, uh, wat er blauw is, wat er totaal onderbelicht is. Maar als ik bijvoorbeeld de alt ingedrukt hou en ik ga schuiven, dan zie je dat dat er niet bij komt. Dus dit is iets uh, marginaler, maar het geeft op zich een vrij goede index. Als je zover moet gaan schuiven voor je onderbelichte stukken, dan heb je waarschijnlijk ook gewoon verkeerd belicht. Nou, um, belichting, het spreekt voor zich. Rechts is lichter, links is donkerder. Je kunt er een klein beetje mee schuiven. Ga niet te ver. Als je echt gewoon ver moet trekken aan je foto, ja, dan, dan zat je er dan naast. Nou, dan heb je de optie contrast. Wat doet contrast? Contrast maakt gewoon de donkere delen donkerder en de lichtere delen lichter. En je ziet wat er gebeurt in de foto. En je kunt hem natuurlijk ook fletser zetten. Dan worden de donkere delen lichter en de lichtere delen donker. Nou, hooglichte schaduw sla ik heel even over. Want je hebt hier ook nog witte tinten en zwarte tinten. En dat gaat over mijn absolute zwarte en wit punt. En wederom hou ik de alttoets ingedrukt en ga ik schuiven, dan zie ik wat er absoluut zwart is. En wat zwart is in mijn foto, is nou ook gewoon in het echt zwart. En je kunt daar natuurlijk ook mee omhoog. Wederom, ik hou de alttoets ingedrukt. En als ik het allemaal loslaat, dan zie je het verschil. Je kunt er natuurlijk ook gewoon zo mee schuiven om te zien wat er gebeurt. Nou, datzelfde geldt voor de witte tinten. Schuif ik het helemaal naar rechts, dan is het overbelicht. Hou ik naar nou de alt ingedrukt, dan zie je wat er overbelicht is en ook de andere kant op. En je ziet ook dat er in mijn histogram een klein beetje verandert. Alleen er zit niet zo gek veel informatie aan de rechterkant. Ik ga er een beetje mee schuiven om een mooier histogram te maken. En dan heb je ook nog schaduwen. Wat eh, hooglichten en schaduwen zelfs. Wat doet hooglichten en schaduwen? Hooglichten gaat aan de rechterkant van de foto aan de slag, maar het absolute rechts laat hij met rust. En schaduwen gaat met de linkerkant van het histogram aan de slag. Maar het absolute zwarte punt, ook daar doet hij niks mee. Kijk maar eens wat er gebeurt als ik ze wat omhoog zet. Je ziet dat er aan de rechterkant een klein beetje bij komt. Het neigt zelfs naar overbelichting. En zo geldt het ook met de schaduwen. Dan is het misschien makkelijker te zien. Alles schuift naar rechts op. Ik vind dat ik zo iets meer doortekening krijg. En ook hier geldt weer, hou je de Alt ingedrukt. Dan zie je wat er overbelicht raakt. En wij schaduwen idem dito wat er te donker wordt. Nou, let, let er trouwens op. Er zit hier wel wat paars in de foto, maar geen zwart. En dat betekent dat in dit geval de magenta-tinten, het paars, dat die onderbelicht zijn op dit moment, maar niet te donker. De andere kanalen doen daar niet mee. En je ziet dat het een rode doek is. Nou, rood bestaat uit verschillende kleuren, waaronder in dit geval uh, ook magenta, maar ook rood. Het rode kanaal is in dit geval dus nog. Uh, Correct, is intact, alleen de magenta tonen die zijn een beetje te donker. Nou, dat maakt op zich niet uit. Dat even voor deze zes sliders. Ik ga het contrast nog een beetje omhoog zetten. Verkeerde schuifje. En ik ga hem zo even laten. Onder deze zes schuifjes heb je er nog drie staan: en dat is lokaal contrast, levendigheid en verzadiging. De meest makkelijke is verzadiging, de kleurtjes worden zuurstok. Of het wordt juist zwart-wit. Heel simpel. Uh, een andere die daarboven zit is levendigheid. Die doet ongeveer hetzelfde. Behalve in de huidtinten. In de rode kleuren is levendigheid wat minder. Dus de verzadiging gaat wel omhoog. Maar niet zo erg in de huidtinten. Uh, nu is dit een foto die buiten de huidtinten. En uh, de rode doek weinig andere kleur bevat. Dus misschien dat het wat lastig is om te zien. Maar ik zie bijvoorbeeld in, in de schedel wel een. Ontzettende grote verbetering. Maar als ik hem helemaal op nul zet, dan zie je bijvoorbeeld dat er in de huid en in de doek en in de schedel nog een klein beetje kleur is. Terwijl er bijvoorbeeld in de achtergrond veel meer kleur uit is. Schuif ik het weer terug. Zet je verzadiging op nul. Is gewoon alles zwart op wit. En de, derde, de eerste slider daarvan is lokaal contrast. En dat gaat kijken naar het verschil tussen fijne kleurlijntjes. Ik zoom even in. En ga ik nou aan lokaal contrast trekken, dan gaat hij het daar ter plekke ophalen. Je ziet een klein beetje wat er gebeurt. En haal je het weg, dan wordt het een heel zacht plaatje. Maar vergeleken met contrast, is het, uh, is het effect veel beperkter tot de verschillen gebleken. Um, het kan fraai zijn om het hoog op te trekken. Er zijn in Photoshop zelf ook nog andere technieken voor. Um, ik zou daar in de Raw Converter eigenlijk een beetje mee oppassen. Omdat. Ga je met meerdere lagen werken daarna, dan wordt het toch eigenlijk allemaal wel uh, te veel van het goede. Want ook in Photoshop geldt het bronbestand waar je mee begint, daar ga je bovenop bouwen. En begin je al met een erg contrastrijke plaat, dan kun je daar later uh, met moeite contrastbeheersing op doen. Dus ik hou dit ook even op nul. Ik doe, ik hou dat liever zelf in de hand bijvoorbeeld. Als ik nou zeg bij verzadiging: uh, ja, dit is, uh, dit is wel fraaier, maar eigenlijk voor de huid weer niet. Dan, ik kan dat nu niet maskeren en later in Photoshop kan ik dat wel doen. Um, dan kun je het nog gaan openen. En zoals je, uh, je kunt op gereed klikken, gaan we in dit geval terug naar Bridge. En drukken we op object openen, dan wordt het geopend als een slim bestand in Photoshop. En dit is mijn foto. Nou, hier kan ik dan bijvoorbeeld weer uh, een hele hoop andere dingen op gaan doen. Ik kan er een, uh, een curve op leggen waarmee ik bijvoorbeeld... Een klein beetje contrast verhoog. Ik doe nou even heel snel wat dingen. En omdat ik uh, mijn raw foto daar straks heb geopend als een slim object, zou ik nu nog terug kunnen naar het raw bestand. Ook al heb ik een paar stappen gedaan in Photoshop. Je ziet bij mijn icoontje rechtsonder dat er een klein vierkantje bij staat. En dat betekent dat het een slim object is. En als ik er nou gewoon op dubbel klik, dan opent de raw converter zich weer. En zie je dat alle instellingen aan de rechterkant die ik gemaakt heb, dat die daar zo bij staan. Dan zet ik nou bijvoorbeeld de verzadiging hier op 0 en ik klik op oké, OK. dan gaat hij aan de slag. Hij gaat mijn raw, uh, RAW foto opnieuw converteren en inladen onderin. En je ziet dat het eigenlijk gewoon een, een zwart-wit foto is. Goed, dit was dus een introductie in de RAW converter. Ik ga daar later nog een keer dieper op in, maar nu heb je in ieder geval een paar handvatten waarmee je vooruit kunt.